Ja, hier is Fishy weer. Met vandaag de nieuwe Fish Vooral. En daarbij ook nog een heel belangrijk onderwerp, maar dat gaan jullie zo meteen nog horen. Ik ga het nu eventjes natuurlijk hebben over de gameplay. De gameplay is natuurlijk free-for-all wedstrijd. Ja, hier op de map Hydro, Black Ops 2. En ja, voor de mensen die Fish vooral nog niet kennen, ik ga het gewoon even uitleggen, want het is alweer toch wel weer een maand geleden dat ik de laatste Fish vooral heb geüpload. In Fish vooral dien ik gewoon een free-for-all wedstrijd met een minimaal ratio van 2.0 te winnen. Dus dat is 30-15. En daarnaast moet ik dat ook doen elke keer met verschillende wapens, met verschillende strikes waarmee ik ga spelen. En nou, voor dit keer heb ik dus uitgekozen om te spelen met de Scorpion Evo met Laser Sight en Silencer. En daarna speel ik met de Scorestreaks UAV, Hunter Killer en Counter UAV natuurlijk. Ja, waarom? Zullen jullie misschien afvragen van, hey Chris, waarom speel je nou in godsnaam zulke lage streaks? Nou, dat zal ik heel vertellen. Het is natuurlijk zo, je speelt natuurlijk in free-for-all wedstrijd speel je gewoon een soort van team deathmatch. En dat betekent gewoon dat je 100 punten per kill krijgt. En ja, dan moet je toch alweer toch alweer 4-5 kills op rij hebben voordat je een UAV hebt. En ja, ik ben niet zo heel erg goed, moet ik eerlijk zeggen, in Black Ops 2. En daar kan ik gewoon eerlijk over zijn natuurlijk. En vandaar dat ik ze gewoon lekker laag gezet, weet je. Dan hoef je daar ook niet zo op te letten. Het nadeel vind ik ook altijd namelijk, dat als je wat hogere streaks gaat spelen, je gaat automatisch gewoon meer verdedigend spelen. En ja, dat lijkt me gewoon helemaal niet aantrekkelijk voor jullie om deze gameplay dan te kunnen bekijken. Ja, de wedstrijd duurde zo'n ongeveer een kleine 9 minuten. En nou ja, zoals je kan zien, op het einde win ik dan met 30-13. Best redelijk. Het is niet heel spectaculair, maar het is gewoon een 2.0 ratio. Er wordt altijd wel eens vergeten van, hey, 30-13, dat is niet zo bijzonder. Maar nou, als je zegt van, ik sta op mijn leaderboard, sta ik gewoon 2.0 plus, dan is het eigenlijk wel goed. Dus ja, eigenlijk speel je dan dit soort potjes natuurlijk gemiddeld dan. Maar natuurlijk, ik heb er ook heel veel slechte potjes bij zitten. Daarnaast speel ik met de perks, want dat is misschien ook wel handig om te zeggen. Hardline met Ghost, dus ik speel op perk 1 met Greed. Tweede perk met Scavenger, want ja, in een Scorpion Evo, daar zitten echt voor mijn gevoel 3 kogels in. Dus het is echt natuurlijk super handig om gewoon Scavenger daarmee te gebruiken. En als laatste gebruik ik Engineer en dat heb ik natuurlijk gewoon erop zitten, omdat het namelijk in free-for-all wedstrijden enorm veel bouncing baddies ligt. En daarnaast ook shock charges. En die zijn niet echt mijn vriendje. Dus die wil ik natuurlijk zoveel mogelijk counteren door middel dus van te spelen met de engineer. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb zelf echt nog nooit shock charges en bouncing baddies gebruikt gewoon. Want ja, ik heb er echt een gruwelijke hekel aan. En daarnaast, het enige nadeel wat ik wel vind in Black Ops 2 tot nu toe is echt dat er gewoon zo verschrikkelijk veel mensen aan het snipen zijn. En vandaar dat ik dus ook een tijdje lang al geen Fish vooral meer heb geüpload. Want ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik irriteer me al aan als ik bijvoorbeeld al de eerste 5 deaths meteen al 2 keer gesniperd word. Dan ben ik eigenlijk al klaar. En ja, dan komt het eigenlijk gewoon nooit meer goed met deze wedstrijden zo goed te kunnen, tenminste goed voldoende te kunnen winnen, zeg maar. Ja, maar ja. Ik heb me daarvoor genomen gewoon mee om gewoon even proberen zoveel mogelijk doorheen te bijten. En gewoon lekker hiermee door te gaan. Want ik vind het gewoon eigenlijk super leuk om dit te doen. Dus mocht je trouwens ook nog geïnteresseerd zijn om de andere Fish vooral delen te kijken. Hier onderaan dit filmpje staat is er nog een playlist met daarin alle Fish vooral delen. Dit is deel nummer 19. Dus ja, je hebt dan heel wat terug te kijken natuurlijk. Kunnen we overgaan naar de volgende onderdeel, tenminste het volgende die gebeuren. Het is namelijk zo, wij zijn bezig met Darkwater. Dat weten jullie allemaal, ongetwijfeld natuurlijk. Onze Minecraft server. En ik ga nu hier weer 3 whitelist giveaway doen. Voor
mensen. En wij zijn er gewoon op zoek naar, haastig op zoek naar bouwers. Want wij moeten ons landschap moeten we in ieder geval nu op dit moment snel gaan afmaken. Want ja, we willen gewoon eind van de week natuurlijk wat opnemen. En dan dit weekend meteen op onze kanalen plaatsen. Het volgende wat jullie daarvoor moeten doen is, jullie kunnen daarvoor opgeven natuurlijk. Je moet in ieder geval deze filmpje liken natuurlijk, dat ten eerste. En ten tweede natuurlijk eventjes gesubt zijn natuurlijk bij mij, nou dat zal wel natuurlijk. Maar ook natuurlijk bij de Kingset, die 7NL en bij Sjaak en de Gamers. Ik zet ook links daarvan naar hun kanalen, zet ik hier onderaan dit filmpje. En daarnaast moet je de volgende, moet je dus de volgende zin even afmaken. Want ja, het is, blijft natuurlijk altijd lastig, want je kan natuurlijk niet controleren hoe goed iemand is met Minecraft. Nou, ongetwijfeld zullen jullie allemaal beter zijn dan mij, want ja, ik ben er nog niet zo heel erg goed in. Al word ik wel langzamerhand wat beter. Maar voordat ik ga afdwalen, de zin is: Dark Water wordt cool, omdat. En dan is het, ja, puntje, 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 puntje. En dat puntje, 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 dat gaan jullie gewoon lekker invullen. Jullie hebben daar niet heel erg lang de tijd voor. Want, nogmaals, we zijn echt met spoed op zoek naar. En dat betekent dus dat jullie tot vanavond, dus vandaag 10 april 2013, hebben jullie tot vanavond 12 uur de tijd om ja, dat berichtje achter te laten op mijn kanaal. En wat jullie er ook even bij moeten zetten, is in ieder geval jullie Skype-naam. Dat is wel zo handig, ja, of tenminste, ja, ja, doe dat maar wel. Want het probleem is gewoon, ja, we hebben natuurlijk gewoon mensen nodig die ook Skype hebben. Want ja, we moeten natuurlijk opnemen en daarvoor moeten we wel kunnen praten met elkaar. Dat is in ieder geval natuurlijk handig. En daarnaast zitten we natuurlijk ook gewoon in één grote party chat, zeg maar, hè, alle bouwers die we nu hebben. Tezamen met mijzelf, de King en Sjaak en de Gamers natuurlijk. En ja, dat is gewoon super handig natuurlijk als je gewoon dan ook Skype hebt. En wat misschien ook wel handig is om te weten is, ik ga één meisje kiezen. Of één vrouw, meisje, vrouw. En twee jongens. Want we hebben ook meisjes nodig gewoon voor het verhaallijn. Het is wel handig dat er meisjes en jongens zijn op de wereld, zeg maar. Maar in ieder geval, één meisje, dus twee jongens. En laat ook even je leeftijd achter. Want het probleem is namelijk, het is niet erg als wij natuurlijk wat jongere mensen hebben. Want dat is op zich helemaal geen probleem. Maar ik wil het wel een beetje kunnen combineren, zeg maar. Dus, hè, en je moet ook gewoon namelijk beschikbaar zijn op tijden dat wij kunnen opnemen namelijk. En ja, dus niet alleen bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, als je uit school komt tussen 5 en 7. Want ja, dat is voor ons natuurlijk een beetje een moeilijke tijd, zeg maar, om dan te kunnen opnemen. Dus ja, hou daar gewoon even rekening mee. Ik denk niet dat als je 12 of 13 bent dat je er afvalt hoor, want ik ga ook iemand die jonger is, ga ik gewoon kiezen. Want hoe dan ook hebben we die gewoon nodig voor de verhaallijn en zo. Ja, word je uitgekozen? Kans is nu wat groter dan normaal natuurlijk. krijg je van mij in ieder geval na middernacht in ieder geval een Skype invite. En ja, als je dan even contact met me opneemt, dan ga ik je in de groep erbij gooien en dan word je meteen gewhitelist en dan kan je eigenlijk meteen aan de slag. Dan hoop ik wel dat jullie meteen ook morgen in ieder geval veel tijd hebben ervoor, want ja, er moet nog wel wat gebeuren en ja, we proberen dan in ieder geval, zoals ik al eerder had gezegd, de opnames vrijdag te starten. Anders wordt het zaterdag, maar in ieder geval dit weekend willen wij gewoon onze eerste fit, zeg maar, op onze kanaal hebben. Ik zou zeggen, ja, het is alweer over de gameplay. Vergeet dus niet te liken en vergeet dus niet het berichtje achter te laten. En dan hoop ik jullie te zien in Dark Water. En dan zeg ik natuurlijk zoals altijd, tot de volgende keer en bye bye.